Live. Welkom iedereen bij het EIFEL webinar waarin wij het gaan hebben over privacy compliancy bij de overheid en andere organisaties. Mijn naam is Jan Brokkelter. Ik ben werkzaam bij EIFEL sinds 30 mei in de functie van consultant. En ik zit bij het team Rijksoverheid en privaatrecht en privacy. Naast mij zit Anne-Britt. Ja, hi, mijn naam is Anne-Britt. Ik werk al bijna 5 jaar bij EIFEL, dus al een hele tijd. Ik zit bij hetzelfde team als Jan. Ik zit ook op opdracht met betrekking tot privacy en zeker privacy compliant. En vandaar dat wij hier eventjes wat leuke dingen met jullie willen delen. Ja, en het onderwerp van deze webinar is compliancy. Even een paar zaken vooraf. Het webinar wordt opgenomen. Ja. Kijkers zijn niet in beeld. Dus u kunt in alle privacy kunt u kijken. En, u kunt ook vragen stellen. Dat kan tussentijds. Die vragen komen binnen via een moderator. En wij proberen dan die vragen bij ons te krijgen. En zo mogelijk zullen we daar een antwoord op geven. Lukt dat niet meteen, dan kunnen achteraf ook vragen gesteld worden. En kunnen ook eventueel achteraf antwoorden worden gegeven op die vragen. Aan het eind van de webinar hebben we nog wat Q&A, die worden beantwoord en nagestuurd. En ook de sheets worden na afloop van deze webinar beschikbaar gesteld. Ja, het onderwerp van dit webinar. Waarom zijn organisaties, overheidsorganisaties, maar ook andere organisaties nog steeds niet privacy compliant? Ondanks het feit dat we al sinds 2016 beschikken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Ja, we hebben wat voorbeelden voor jullie al eventjes op een rijtje gezet. Dus je ziet eigenlijk hier in beeld, er gebeuren verschillende dingen. Er worden boetes uitgedeeld door de AP, voor de Belastingdienst, zoals je ziet, moet de UWV. En dat komt voornamelijk doordat eigenlijk de AP vanaf 2019 de focus heeft gelegd ook op digitale overheid. En dat betekent het bewaren van gegevens door de overheid en dan met name digitaal. Nou, zo hebben we een aantal voorbeelden. Daarnaast komen er ook behoorlijk wat datalekken naar voren. Ja. De persoonsgegevens van Kamerleden, datalek van heel veel ambtenaren bij justitie. En dan ook nog het coronasysteem, die kennen we denk ik allemaal. Dat is een hele bekende, dat de GGD ook heel veel data heeft gedeeld. Of dat er zijn verkocht. Ja, nee, klopt. Dus dat is heel heftig. Kijk, en dit soort dingen kan natuurlijk altijd voorkomen, hè, een datalek. Wat ons bevreemd en wat mij bevreemd is dat je organisaties binnenstapt en dan gaat kijken van in hoeverre voldoet die organisatie aan de privacywet en regelgeving. Ja. En ja, de verwachtingen zijn dan vaak wel hoog en toch blijkt het in de praktijk niet altijd koek en ei te zijn. Ja. En dat is eigenlijk vreemd, want de privacywetgeving dateert al van ver voor de AVG. In 1995 kregen we de richtlijn, de privacyrichtlijn. En eigenlijk stond daarin voor een groot deel wat nu in de AVG staat. Zeker. Hoe komt het dan dat sinds 2018 daar zoveel aandacht aan is besteed? Ja. Wat je ziet is dat de AVG heel veel aandacht heeft gekregen in de pers. Ook geeft de AVG de mogelijkheid om hele hoge boetes op te leggen. En er zijn wat dingen toch wel gewijzigd. In die zin dat transparantie voorop is komen te staan. En dat de mogelijkheden voor de toezichthouders aanzienlijk zijn verruimd. Toch zeg ik altijd op het moment dat men zegt van ja, we zijn al sinds 2018 bezig. Dan zeg ik, dan ben je toch wat aan de late kant, want eigenlijk had je al vanaf 1995 kunnen voorsorteren op die bepalingen. De richtlijn is er wel even. Precies.
hoe komt het dan dat organisaties nog niet compliant zijn? Nou, we hebben het net gehad over dat woord compliant. Het is een Engels woord. Privacy compliant, zeker. Het is een Engels woord, maar het is wel een woord wat goed gebruikt kan worden om aan te geven in welke mate een organisatie voldoet aan de privacywet en regelgeving. Ja. Privacy compliant is wel alleen meer dan alleen voldoen aan wet en regelgeving. Want de letterlijke vertaling van compliant is natuurlijk het voldoen aan. Daarom denken ook heel veel mensen, het moet echt alleen de letter van de wet zijn. Mm-hmm. Het gaat echt daarom. Maar, we hebben het ook al gezegd, je moet ook je interne processen op orde krijgen. Je moet in control komen op het gebied van privacy. Dat hoort erbij om privacy compliant te zijn en gelukkig zijn in AVG. Aantal bepalingen opgenomen, hè? Zoals een aantal registers die je moet bijhouden, die daarbij kunnen helpen. DPS kunnen daarbij helpen, van alles kan daarbij helpen. Maar zo is privacy compliant meer dan alleen het voldoen aan wet en regelgeving. Ze hebben ook, je moet ook bestendig zijn naar de toekomst. Ja, nog even terug naar die processen, hè? Want heel veel organisaties hebben natuurlijk wel wat op papier staan in de vorm van stroomdiagrammen, beleidsrichtlijnen, werkinstructies, dat soort documenten. Wat je in de praktijk ziet is dat die bestendigheid vaak ontbreekt. Ja. Het is de bedoeling dat als jij beleid maakt, maar ook als jij interne procesbeschrijving hebt, dat je één keer in de zoveel tijd die processen nog eens een keer weer onder de loep gaat nemen en te kijken van moeten ze niet bijgesteld. Hè? Want er treden natuurlijk veranderingen op, er zijn ontwikkelingen, technische ontwikkelingen, maar ook ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en dat soort zaken. Dus het is al heel belangrijk om daar een soort plan, do, check, act op los te laten. En te zeggen van één keer in de zoveel tijd moet je al die processen nog eens even. Kijk, en mijn ervaring, ik weet niet het bij jou is, maar mijn ervaring bij een aantal opdrachtgevers is dat het toch niet altijd gebeurt. Nee, zeker niet. Nee, en dat is ook wel echt een ding waar het denk ik aan ontbreekt. In 2018 is een aantal DPIA's uit te voeren is gewoon niet voldoende, merken wij vaak nu in de praktijk. Dat is bij jou denk ik ook hetzelfde, dat die zijn toen uitgevoerd en dan op een bepaald niveau. Ondertussen zijn er van allerlei dingen in de wereld, zoals we weten, veranderd. En eigenlijk komt het er dan op neer dat je niet dat cyclisch inregelt. En dan heb je er eigenlijk weinig aan om te voldoen. Ja, klopt. Het is heel juist dat je dat ook zegt. Dat ook de DPIA's, die voer je uit en die Leg je in een laadje of die stop je ergens in de ordner. Dan neem je acties als het goed is. Maar het is verstandig om dat één keer in de, ik noem het 3 jaar of zo, om die DPIA's weer eens even tevoorschijn te halen en te kijken inderdaad van wat is er nu veranderd en voldoet datgene wat daarin staat nog wel aan de huidige werkelijkheid. Ja, en wat vooral denk ik ook zo is dat organisaties heel vaak zich niet beseffen dat als je dat nou 1 keer in de 3 jaar bijhoudt, dat het veel minder werk is als dat jij na 7 jaar weer helemaal opnieuw moet beginnen. Want het updaten van zo'n DPIA is vaak veel minder werk, kost veel minder tijd dan het helemaal opnieuw doen van het proces. En dat is denk ik wel wat heel veel organisaties zich moeten beseffen. Het is niet eenmalig iets, het is eigenlijk een constant iets waar je aan moet werken. Nou, en wij krijgen eigenlijk, om even een bruggetje te slaan, hè, in de praktijk natuurlijk heel veel te maken met waarom zijn organisaties niet privacy compliant. En ik vond het wel leuk toen wij elkaar voor het eerst spraken, gingen wij volgens mij allebei helemaal los over het te veel gericht op de core business. Heel veel organisaties zijn besluiten nemen, procederen, noem maar op wat je allemaal als core business moet doen. Zeker uitvoeringsorganisaties zijn voornamelijk bezig met de uitvoering van hun opdracht die ze hebben meegekregen. Klopt. Ja, en in het verlengde daarvan, daar hadden we het net ook nog over. Heb je, kijk, als je het over privacy hebt, dan heb je het over iets juridisch. Dus je hebt eigenlijk iemand nodig die een privacy achtergrond heeft om te kunnen beoordelen wat een bepaald besluit teweeg brengt. Ja. En wat je vaak ziet is dat in de management teams of
Hè, ja. In de gremia, zoals men dat zo mooi noemt, of in de overleggen en zo. Dat daar van allerlei mensen zitten, met van allerlei achtergrond, maar dat heel vaak de privacykennis ontbreekt. Ja, nou, wat je dan krijgt, is dat de besluiten, als die worden genomen, dat er besluiten worden genomen waarin die privacycomponent niet voldoende wordt belicht. Nee, dat klopt. Ja. Dus dat is heel sterk mijn ervaring. Nou, om meteen even een hele stap voorwaarts te maken van hoe kun je dat oplossen? Nou, we zeggen altijd van zorg dat je in dat soort gremia, in dat soort overleggen, maar ook op platforms, hè, je hebt het over management teams, maar ook over projectmanagers teams, dat je daar de juiste mensen in krijgt die vanaf het begin af aan mee kunnen kijken van wat moeten we nu voor acties ondernemen. Dat we de trein meteen in de goede richting krijgen, dat we niet achteraf allerlei dingen nog weer moeten gaan aanpassen. Ja, zeker om ze ook aan die tafel eigenaar en verantwoordelijk te maken voor het stukje privacy. Klopt. Over de besluiten die daar worden genomen. Dat is denk ik echt een van de belangrijkste dingen, zodat zij zich niet alleen voldoende in staat voelen om te doen. En dat is natuurlijk een stukje opleiding altijd. Ja. Maar ook zich daarvoor verantwoordelijk voelen, want het is niet altijd een leuke taak om te zeggen van jongens, maar dit kan niet. We willen heel graag deze brand die nu is blussen, maar dat kan niet op deze manier. En als je dan eenmaal, dat is best soms een lastige taak om op je te nemen. Dus ja, ik heb mensen dat wel horen zeggen van ja, het is allemaal mooi wat je vertelt, maar we zijn hier in de eerste plaats bezig om geld te verdienen. Ja. En dat begrijp ik ook wel, hè, als je het over een commercieel bedrijf hebt. Maar als je dan de risico's gaat belichten waaraan zo'n bedrijf zich blootstelt. Zeker. Nou ja, dan kan dat geld verdienen nog wel eens op een hele vervelende manier zich tegen jou gaan keren. Op het moment dat je bijvoorbeeld een onderzoek van de AP krijgt. AP constateert onvolkomenheden en gaat je gewoon een boete opleggen. Ja, en we hebben net gezien dat die boetes behoorlijk hoog kunnen zijn. Ja. Dus dat een ander ding, in ieder geval wat ik heel veel meekrijg, is dat er heel veel in 2018 hele mooie projecten opgericht, misschien al daarvoor. En dan worden er hele mooie governance systemen uitgeschreven, vooral op het gebied van privacy governance. Dat er in teams moeten de liaisons zitten en die moeten allemaal ruim de tijd hebben om daaraan te werken. En wat je dan heel vaak ziet, en dan komen we eigenlijk weer terug bij de vorige volgens mij, dat die mensen dat boven op hun huidige baan krijgen, waar eigenlijk al niet zo heel veel ruimte is om dat te doen. En dan heb je rolstapeling, noemen ze het volgens mij wel eens. En, dan kan je een heel mooi ingewikkeld systeem, dan kan je hele mooie lijnen van bedenken van hoe issues moeten worden, of risico's, wat het dan ook is, moeten worden beslecht eigenlijk, hoe je dat moet oplossen. Ja. Maar als de organisatie daar niet klaar voor is en als er geen ruimte voor is, dan is in ieder geval mijn ervaring dat het gewoon niet lukt. En dan kan je het heel mooi voor de buitenkant hebben gedaan. Mm-hmm. Alleen als dat in de praktijk niet zo... ik ken organisaties die 7000 mensen in dienst hebben, die per jaar 5 datalekken hebben. Dan ga ik toch wel twijfelen of helemaal goed is. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk ook een signaal zijn richting de AP. Hè? Die gaan kijken en denken, zo'n bedrijf moet er toch veel meer hebben. Waar ligt dat nou aan? Melden ze het niet of hebben ze een processen niet op orde. Ja. Wat ik ook zie is dat, wat je zegt is heel, heel terecht. Mensen hebben er vaak geen tijd voor. Het is ook zo dat mensen als wij die worden aangenomen binnen zo'n bedrijf niet direct bijdragen aan de productie. Ja. Sterker nog, we kosten alleen maar geld. En zeker bij commerciële bedrijven wil dat nog wel eens... Dat nog wel eens een reden zijn om te zeggen van die mensen die willen we niet. Het is een drempel om daarin te investeren. Maar het is wel zeker noodzakelijk. En niet alleen in de mensen die op het gebied van de privacy werkzaam zijn, maar inderdaad ook de mensen die het moeten uitvoeren. Want ik heb heel vaak het commentaar gekregen van je zegt dat wel, dat is mooi, maar we hebben daar geen tijd voor, want we zijn bezig met andere dingen. Dus
En daar komen we zo ook nog wel op. Je zult ook in de hogere lagen van zo'n onderneming zul je awareness moeten creëren. Maar ook zul je moeten regelen dat die mensen meegaan. En zorgen dat er toch middelen vrij worden gemaakt om die mensen die moeten uitvoeren, om die te ondersteunen. Ja, ik vind dat een heel mooi bruggetje naar de volgende volgens mij. Die wij hebben willen aanstippen is eigenlijk, onbewuste, ik zeg het even op die manier, onbekwaamheid. Daar stipt jij al eventjes aan. Ik denk dat bij mensen in lagere lagen van de organisatie is, die voelen soms ook die productiedruk. Ja. Het rust op hun schouders, het zoveel mogelijk in zo kort mogelijke tijd. Dat is ook gewoon een beetje waar je nu, hoe het nu gewoon is eigenlijk. Op iedere werkvloer denk ik ongeveer wel. Ja. Maar, jij zei het net al, bovenin de organisatie is soms ook een beetje sprake van bewuste onbekwaamheid. Ja, het niet willen zien. Of wat je ook nog wel hoort is van, het gaat al 20 jaar goed. Ja. Dus de komende 20 jaar zal het ook nog wel goed gaan. En kijk, van de ene kant is het natuurlijk zo, het risico dat je echt hoge boetes krijgt en controles is natuurlijk aan de ene kant beperkt, omdat de AAP zelf ook al aangeeft van we hebben die ruimte niet om daar bovenop te zitten. Nee. Van de andere kant, en dan hebben wij het over de Rijksoverheid waar we voor werken en binnen ons team, vind ik toch dat er een verplichting geldt voor de overheid om zich in ieder geval te conformeren aan de wetgeving en daaraan te voldoen en daarin ook de nodige investeringen in te doen. Dat je toch in ieder geval kunt zeggen, wij als overheid, wij hebben dat goed voor elkaar. Ja. Dat moet absoluut. Zeker. Kijk, en als je dan gaat zeggen van, we investeren daar niet in. Het zal wel loslopen. Nou, dat vind ik het verkeerde uitgangspunt. Ja, want wij moeten ons verantwoorden naar de rechter en de politiek. En dat is het dan. Staatssecretaris of minister, hoe je het wil noemen. Dat is die bewuste onbekwaamheid. Gewoon de andere kant op kijken. Maar je hebt natuurlijk ook de onbewuste onbekwaamheid. En daar zijn wij dan weer voor. Hè? Je stapt een organisatie binnen. Ja, dat is ons volgende punt. Toch het ontbreken van bewustwording. Ja. Dat is toch wel echt een groot punt, hè? Ja. Kijk, de AAP heeft in 2018 heeft die 10 punten op papier gezet. En gezegd daar gaan wij ons op richten. En dat is ook voor organisaties iets om aan vast te houden. Zeker. Op nummer 1 of nummer 2 staat het creëren van bewustwording. Ja. Hè? Awareness. Ja. Heel erg belangrijk, want als mensen niet weten waar het over gaat, dan kun je ook niet echt verwachten dat mensen zich daaraan gaan houden. Ja, dus wat ik altijd het eerste doe als ik binnen de organisatie kom, is eerst eens een scan maken van wat leeft er nou allemaal, maar ook zeker met de mensen gaan praten. Ja. En gewoon eens het vragen stellen van, wat weet jij nu eigenlijk van... van gegevensbescherming. Ja. En wat je dan hoort, sommige mensen weten daar wel iets meer van, maar toch het gros van de mensen weet onvoldoende. Ja. Of vindt het echt een last? Hè? Die ervaart het als een last. Ja. Iets wat we er extra bij moeten doen. Ja. Terwijl dat is niet het geval. Je moet de dingen die je doet op een bepaalde manier doen. Ja. Of op een andere manier doen misschien dan dat je gewend bent. En dat vind ik nog wel echt een stap die bij heel veel organisaties nog gemaakt moet worden. Het is niet, AVG is niet iets extra's dat je moet doen. Het is een manier van werken. Het is gewoon iets wat je moet doen in je werk, niet naast je werk. Nee. Dat is wel echt dat vind ik nog wel echt een ontwikkelpunt. Dat kunnen, bij organisaties, je kan de gesprekken die je met mensen voert, komt bij mij in ieder geval heel vaak uit op, echt? Is dat zo? Ja. Of, het kan toch wel zo? Of als we het maar goede grondslag hebben, of als we het maar goed vastleggen. Of precies. Dan is het niet zo dat als je naar een privacy office gaat, dat gelijk nee gezegd wordt. Nee, je moet je werk niet zo doen. Je mag dit niet doen. Of dat is niet altijd zo. Als je... ja. Ik hoor het ook vaak hoor. Van de AVG, je mag niks meer. hele simpele voorbeelden. Je mag niet eens meer een verjaardagslijstje maken en dat ophangen op de afdeling. En zo. Kijk, wat ik altijd teruggeef is, AVG... er zitten natuurlijk wat dingen in die voor tweeënlei uitleg vatbaar zijn, maar over het algemeen is het vrij simpel. Je mag heel veel, mits je daar een rechtvaardiging voor hebt, een doel. Hè, een doel waarvan je kunt zeggen, dat is gerechtvaardigd. En dat je een grondslag hebt. Ja. En als je dan even inzoekt op die verjaardagslijstjes, dan
Zou je als doel kunnen nemen van, nou, we willen toch dat gezamenlijk vieren en mensen een cadeautje geven op het moment dat ze jarig zijn. Is een gerechtvaardigd doel in mijn optiek, maar je moet de grondslag hebben en dan kom je dus op de toestemming van de betrokkenen. Precies. En als je die vraagt, en mensen kunnen dat in alle vrijheid geven, die toestemming, en je gaat dat gewoon één op één met die mensen overleggen en die zeggen, nou, ik wil wel of niet op zo'n lijst, dan is daar helemaal niks mis mee. Nee, of je vraagt, wil je het zelf invullen als je erbij wil? Precies. Ja, die mag het zelf invullen. Ja, nee, die ken ik ook hoor. En ook van die voorbeelden als dat mensen een advies vragen over het gebruik bijvoorbeeld van een gremia als Kahoot of zo. Om een leuke quiz te doen met de afdeling. En dat dan wordt gezegd van ja, maar het is niet privacyproof. En dan, natuurlijk, het is niet altijd zo, maar... Je moet het ook wel een beetje in perspectief kunnen zien. Dat vind ik dat ook bij privacy compliance hoort hoor. Dat echt, je moet het ook in een bepaald perspectief. Wat is de bedoeling ervan? Ja, veel mensen zeggen ook van het schiet door. Wat ik dan doe is, dan ga ik met die mensen even zitten. En dan zeg ik van, nou ja, kijk nou eens wat er allemaal gebeurt hè, met jouw gegevens. Er zijn hele grote databedrijven zoals Google. En die verzamelen, je wil niet weten wat die allemaal verzamelen. Heel veel. En al die bedrijven willen een profiel van jou maken. Ja. En dan kun je zeggen, ja, ik heb niks te verbergen. Maar op het moment dat je erachter komt wat die bedrijven over jou weten, dan wordt het eigenlijk bijna eng. Ja. En ook datalekken en zo, als je ziet wat voor gegevens er kwijtraken en gehackt worden en zo. Ja. Dan denk ik van, nou ja, het is wel heel erg belangrijk om aandacht te besteden aan die compliance. Ja, en ik denk in het bijzonder voor de Rijksoverheid, omdat die vaak hele gevoelige gegevens ook van mensen hebben. Die hebben veel gegevens en heel veel gevoelige gegevens. Dus een bijzondere persoonsgegevens. En wat je vaak ziet is dat ze gedeeld worden, hè? Die gegevens met ketenpartners. Die hele mooie constructies. Ketenkoppelingen met allerlei min of meer waarzige constructies. Ja. Waar je toch wel heel goed moet kijken van, nou jongens, is dit allemaal op de juiste manier beveiligd? En weten mensen eigenlijk wel waar ze mee bezig zijn? En weten ze wat ze in handen hebben? Maar weten ze überhaupt wat er gedeeld wordt? Precies. Dat is ook heel vaak niet, want ik... in ieder geval zelf langer meegelopen bij een opdrachtgever. En dan zie je dat over de jaren het aantal gegevens ook dat wordt opgeslagen in bepaalde systemen heel erg toeneemt. Omdat je ze voor bepaalde dingen nodig hebt. En daar is wel wettelijke grondslag voor. Dat is geen probleem. Want je hebt ze nodig om een besluit te kunnen nemen, bijvoorbeeld. Ja. Dat is prima. En dan ben je zelf... Maar waar je wel echt heel goed van bewust moet zijn, is dat je misschien op dat moment met de ketenpartner gewoon alles delen hebt aanstaan. En die ketenpartner heeft dat niet allemaal nodig. En dat is inderdaad wat jij alweer zei. Je moet steeds, iedere keer checken als er iets verandert of als je iets anders gaat doen. Om toch eventjes de rekening mee te houden. Van, hè, zijn we dan nog wel privacy compliant? Want we hebben die DPA gedaan op dit proces, maar het proces is veranderd. Laten we dat weer eventjes updaten. Ja. En ook daar heb je natuurlijk weer de mankracht nodig om, zeker. Om die cyclus gaande te houden. Dat vereist gewoon investeringen. En, zeker. Oh ja, dit vond ik ook wel een hele belangrijke, denk ik. Ja, geen duidelijk eigenaarschap. Ja, dat is... ik denk overal, in alle organisaties waar ik kom, is dat een probleem. Als er een privacyrisico eenmaal is geconstateerd, laat ik het zo zeggen, in een DPA of in een risicoanalyse, noem het maar op, een audit, komt overal naar voren, dat je heel vaak merkt... dat mensen zeggen, nee, ik kan hier geen eigenaar zijn, want ik kan geen invloed uitoefenen op alle aspecten van dit proces. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk altijd, dat hou je altijd, zeker als het een organisatie overstijgend proces is. Moet er iemand, ook komen er verschillende directies of afdelingen bij kijken, dan moet er iemand toch zeggen, ik ben verantwoordelijk voor dit risico en dat eigenaarschap pakken. En dat blijkt in de praktijk in ieder geval, mijn ervaring is, dat dat nog wel lastig is en dat ook een stukje bewustwording vraagt hier, maar veel vaker in hogere managementlagen. Ja, het is ook een verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. Hè? Want je kunt wel zeggen, je legt die verantwoordelijkheid bij de mensen neer. Maar ook vanuit de organisatie moet er een duidelijk mandaat zijn. Een duidelijke opdracht naar bijvoorbeeld een manager. Van oké, jij bent daarvoor verantwoordelijk. Ja. En ik verwacht ook dat je dat oppakt. En die verantwoordelijkheid, dat eigenaarschap daarvoor claimt. Ja.
En dat is wat ik nog wel eens zie. Dat ook in die managementlagen dat men zegt van, nou ja... Branden er vanaf. Durf me er niet aan te branden. Dat is ook wel een beetje... Dat moet gewoon duidelijk zijn. Ja. En dan krijg je het ook weer over wat we net hebben gezegd over processen. Die processen moeten beschreven zijn. Van hoe werkt dat nou precies? Wie is nou waarvoor verantwoordelijk? En op welke manier moet diegene die daarvoor verantwoordelijk is, die verantwoordelijkheid afleggen richting hogere management? Ja, dat zijn allemaal zaken die nog wel eens ontbreken. Overigens, we willen niet te negatief klinken, maar heel veel zaken zijn ook heel goed geregeld. Zeker. Met name met de Rijksoverheid, waar wij dan... waar wij in opereren. Een heleboel dingen zijn heel erg goed geregeld. Ja. Maar wij zijn er natuurlijk ook voor om de dingen die niet goed gaan, om daar de vinger op te leggen en te zeggen van oké, dit moet beter. Dit moet beter. En hoe kun je dat doen? Dat soort dingen. En we hebben nog een laatste eigenlijk, waarom nu op dit moment heel veel organisaties die privacy compliant zijn. Nou, we hebben het al even aangestipt, je hebt daar wel mankracht voor nodig. En het is best wel lastig op dit moment op de arbeidsmarkt om daar mankracht voor te vinden. Ja. Nou, dit is wel, denk ik, een heel mooi bruggetje ook naar het volgende. Want we hebben ook op een rijtje gezet van, wat kan Eiffel doen? Hoe word je privacy compliant? Ja. Nou ja, krappe arbeidsmarkt kan je op een bepaald manier oplossen, denk ik. Wat kunnen wij doen? Nou, wat ik in ieder geval heel veel heb gedaan in mijn afgelopen is het creëren van bewustwording. Ik denk dat ik per week een stuk of 3 presentaties, optredens heb in de afgelopen 3 jaar volgens mij. Dus dat is vrij veel. Ja. En het is ook heel veel het gesprek aangaan. En dan echt op heel veel verschillende niveaus. En daar zorgen dat je het gesprek blijft voeren met de mensen die, wat we net al noemen, ambassadeur zijn. Dat je steeds eigenlijk doorlopend het gesprek blijft voeren over privacy. En dat hoeft niet altijd een negatief gesprek te zijn. Het kan ook eventjes zijn van, joh, zijn jullie goed bezig om dit goed in te regelen? Absoluut. En dat is soms, denken mensen, er komt iemand van privacy, dus het zal wel een negatief verhaal worden. Of dat zal wel zijn wat we allemaal niet goed doen. En ik denk dat bij compliance juist heel erg ervan uit moet gaan, bij privacy compliance, van wat kunnen wij doen om te helpen? Hoe gaan we met elkaar dit regelen? Precies. En ook zorgen dat zij de tools hebben om het te kunnen doen. Want denk ik, want het in kaart brengen van die processen net. Mm-hmm. Ja, als je dat, zeg maar, als jij niemand op jouw afdeling hebt zitten die daar ervaring mee heeft, kan ik me best voorstellen dat dat best wel lastig is. En dan kun je met elkaar kijken van, wij hebben misschien wel iemand zitten die dat goed in kaart kan brengen. Of hoe kunnen we dat oplossen? Of die andere afdeling die hetzelfde werk doet, jullie hebben dat wel. Hoe kunnen we daarover overkoepelend naar kijken? Dat is wel een beetje de verbindende factor, denk ik, die je ook moet zijn. Klopt. En wij hebben daar dan de nodige ervaring mee. Dus we kunnen dat weer aanbieden aan die organisaties. Die zeggen van, op het moment dat wij binnenkomen, gaan wij daar ook actief mee bezig. Hè? Het creëren van die bewustwording bij de mensen. Een voorbeeldje wat me zo te binnen schiet is, ik heb ooit eens gesproken met iemand die ging over overeenkomsten, maar die wist niet wat de verwerkingsovereenkomst was. Kijk, dat soort zaken. Daar moet je gewoon over praten. En wat je zegt, presentaties houden, op een simpele manier uitleggen van wat die begrippen nou inhouden. Hè? Want je hebt het over persoonsgegevens, je hebt het over verwerken en dat er allemaal heel ruim zijn. Ja, heel technisch. Ja, precies. Hè? Maar ook technisch zeg je, maar ook de technische, hè, de ICT-kant, die blijft vaak wel onderbelicht. Ja, zeker. Daar is het zeker belangrijk. Als je nu het hebt, we zagen net al dat de AP ook op de digitale overheid vooral de focus heeft gelegd. Dus dat is denk ik een van de dingen waar je zeker rekening mee moet houden. Ja. Is dat daar de focus op ligt. En nu proberen we superveel te digitaliseren natuurlijk. Mm-hmm. Hè, want we willen geen papieren records meer hebben. Omdat ook op het gebied van AVG is het soms goed om te digitaliseren. Ja. Absoluut. Ik denk helemaal niet dat dat slecht is. Alleen, je moet dan wel heel goed nagaan in jouw systeem van wie kunnen er bij deze gegevens, wie kan het allemaal inzien. Nou, we kennen allemaal die datalekken toch volgens mij van ziekenhuizen waar iedereen de gegevens van Barbie of zo kon inzien. Ja, klopt. Dus dat dan allerlei medewerkers van verschillende afdelingen die medische gegevens daarvan gingen inkijken. Ja.
dat wil je natuurlijk als overheid zeker kosten wat het kost voorkomen. Omdat het gewoon een enorme reputatieschade. Het vertrouwen in de overheid is al niet super hoog op dit moment volgens mij. Nee. Dus je wil, precies, je moet ook binnen de overheid ook kunnen loggen. Hè? Wat gebeurt er met die gegevens binnen de organisatie? Om daar ook weer credits te krijgen. Hè? Op het moment dat je dat kunt terughalen. Ja, om te laten zien dat je in control bent ook. Ja, en wat heel belangrijk is. We hebben het, als we het over de AVG hebben. Hebben we het over verzamelen en verwerken van gegevens. Maar zeker zo belangrijk is om die gegevens weg te gooien. Ja, hè? Zeker. Op het moment dat je ze niet meer nodig hebt. Nou ja, en dan kom je op een gebied. Hè? Dan krijg je heel veel verschillende meningen. Er zijn mensen die zeggen, toch wel handig om te houden. Hè? Je weet nooit hoe ze nog eens van pas komen. Ja. Je hebt mensen die zijn bang om het weg te gooien. Want stel je voor dat Stel je voor dat ik het nog nodig heb. Ja, je delete het en... Voor mijn werk. Je had het niet mogen deleten. Denk ook naar als je gegevens weggooit, wat gebeurt er met backups? Hè? Waar staan er nog backups ergens en moet ik die ook nog deleten? Ja. Het is heel erg belangrijk. Ja. Ook op een ander gebied, hè? De wet open overheid. Ja, zeker. Wat je niet hebt, hoef je niet te overleggen. Nee, dat is waar. Kijk maar naar Rutte. Wat je niet hebt, wat je gewist hebt, hoef je niet te overleggen. Dus het kan ook in jouw voordeel werken op het moment dat je keurig aan de wet houdt en zegt van de bewaartermijn is 7 jaar en na 7 jaar delete je die gegevens gewoon. Zeker. Men snijdt van 2 kanten. Ja, precies. En ik denk ook wel dat het tegenover de burger, die dan toch klant is hè, van de Rijksoverheid, eigenlijk, eindklant, denk ik dan. Het ligt aan per organisatie. Maar dat het wel zo fijn is als jij weet dat jouw gegevens niet eindeloos bewaard worden. Precies. Als jij ooit een uitkering hebt aangevraagd dat niet eindeloos hoeft terug te komen. Ja, ik vind dat je daarop moet kunnen vertrouwen als burger. Ja, zeker. En daar heb je dus een bepaalde verplichting, morele verplichting ook, maar ook wettelijke verplichting als overheid om dat gewoon goed voor elkaar te hebben. Zeker, zeker. Nou moet ik wel zeggen dat vind ik een best practice bij mijn... Bij mijn laatste opdrachtgever hebben ze zelfs een archivaris hiervoor aangesteld. Dat is iemand die ook op het gebied van privacy echt zich puur en alleen bezighoudt met hoe dingen werden opgeslagen. En vooral wanneer ze verwijderd moesten worden. Dus dat was wel echt, vond ik echt een... vond ik echt een... dat is ook wel iets waar je denkt van, daar kun je Eiffel zeker bij gebruiken om eens een blik van buitenaf op te werpen ook. Ja, hè, zeker. Absoluut. Dat doen wij ook. Dit zijn ook onderwerpen waar we natuurlijk heel veel aandacht aan besteden bij een opdrachtgever. Van hoe heb je dat geregeld? En dan kunnen die best practices kunnen ook aanvoeren en helpen om die vast te houden, vast te stellen. Ja, nog één ding wat ik echt altijd heel erg belangrijk vind. En we hebben het net al heel kort over gehad. Dat je echt in iedere laag van de organisatie een soort ambassadeur hebt voor privacy. Dus bij alle overleggen, belangrijke overleggen. Niet bij ieder overleg, maar bij veel belangrijke overleggen waar echt beslissingen worden genomen, zeker. Om ervoor te zorgen dat daar een ambassadeur zit. Dus op alle niveaus van een organisatie. En dat die dan ook er echt voor kan zorgen dat op het moment dat er juridisch advies ingewonnen... Het hoeft geen expert te zijn op het gebied van privacy. Hè? Het moet gewoon de minimale eisen, dus een kleine opleiding kan denk ik voldoende zijn. Misschien zelfs intern. Ja, de eerste lijn waar die... Handelen. Ja, zeker. Dus dan kun je gewoon wat alerter kijken naar alles wat er gebeurt in de organisatie. Zeker ook de tafels of de overleggen waar je bij aanschuift. Of het daar allemaal wel, of iedereen zich daar wel zo bewust van is. Hè? Ja. Van, dit is het gevolg van het besluit dat we nu nemen. Dit is het gevolg ervan voor de privacy van burgers, bijvoorbeeld. En ik denk ook als je dat ook benoemt binnen een organisatie, hè, dat er ambassadeurs zijn, mensen die ook eigenlijk een taak krijgen om op dat deelgebied privacywerkzaamheden uit te voeren, dat je ook de organisatie daarop kunt aanspreken. Dus van die mensen die, hè, wat we net zeiden, die hebben vaak weinig tijd, maar die moeten ook die tijd krijgen hè, in die rol van ambassadeur, waar je als organisatie hè, zelf aan conformeert. Zeker. Die mensen ook de tijd hebben en de middelen om daar om die rol te kunnen vervullen. Absoluut, zeker. We komen nog wel met meer best practices, denk ik, tussendoor. Pas op. Zo hebben we er wel een aantal. Oh ja, dit vind ik ook altijd heel belangrijk. Het managen van de privacy risico's. Ik vind dat je echt jaarlijks minimaal, denk ik. Het minimum.
een risicoanalyse op het gebied van privacy moet uitvoeren. Het zou heel mooi zijn als je dat op meer gebieden doet, hè, zoals bij de planning en control cyclus. Daar gebeurt het heel vaak trouwens al. Hè. Ja. Dat is vaak waar je mee bij kan aansluiten. Ook klopt. Als vanuit privacy, dat je daarbij kan aansluiten, omdat het dan al een gangbare cyclus is. Want daar bij planning en control is er vaak een hele mooie cyclus met, weet ik veel, kwartaalrapportages. En dat is al opgesteld. En om daarbij aan te sluiten vanuit privacy maakt het ook soms makkelijk voor een organisatie. Om gewoon aan te sluiten bij wat al is. Ja, absoluut. Ik heb die ervaring ook hoor. Dat zijn organisaties heel erg gericht zijn op een bepaalde manier van auditing. Ja. Hè? Maar dat je eigenlijk een echte privacy audit, dat ze die niet hebben. Nee. En ik zeg altijd een soort DPA op de organisatie. Hè? Dat je dus bij de hoofdingang naar binnen loopt en bij de achteruitgang weer naar buiten. En dat je weet wat daar gebeurt. Niet alleen op papier, maar dat je daar ook gaat kijken. Ja. Hè? En dat kunnen wij ook betekenen voor een organisatie van een inventarisatie maken. Waar zitten nu die risico's? Wat je zegt, een audit. Ja, een privacy audit op de organisatie. Ja, zeker. Ja, want wat mijn ervaring is, wat je dan heel vaak ziet, is dat de risico's die uit zo'n audit bijvoorbeeld naar voren komen, worden vaak niet op het juiste niveau belegd. Dus dan zie je heel vaak, dat is mijn ervaring in ieder geval, dat er strategische risico's die eigenlijk bij het hoger management opgelost zouden moeten worden, op de werkvloer opgelost worden. Ja. Terwijl op heel veel verschillende plekjes komt hetzelfde risico voor. En eigenlijk moet je van bovenaf dan kijken van, hey, hoe kunnen we dit nou over het geheel oplossen? En nu wordt het heel vaak door of wel mensen op de werkvloer die echt het beste voor hebben met de klant, burger, wat je het ook wil noemen. Of operationeel managers denken van, oh, nou, dit is een probleem, ik ga het nu oplossen. Of ik heb hier een datalek uitgekregen, ik ga dit oplossen. En dan zie je heel vaak dat het hoger management niet eens bewust is van dit soort risico's. En dat is ook wel echt een gat dat dan valt. Precies, en daar kunnen wij ook weer wat betekenen. Dat, toch proberen. Ik ben daar zelf bij mijn huidige opdrachtgever druk mee bezig om ook, en niet alleen van beneden af die awareness te creëren bij de mensen die het werk uitvoeren, maar ook van bovenaf. He, dat het management heeft daar een bepaalde rol en heeft ook de middelen om te zorgen voor die compliance. Dus het is heel belangrijk om die mensen te masseren te zorgen dat daar doordringt wat de risico's zijn en wat men moet ondernemen. Ja, en dat zijn gewoon... Dat gewoon die goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen. Precies, ja. Op dat niveau. Want je merkt, ik vind gewoon dat er heel vaak besluiten worden genomen en er moet dan later op teruggekomen worden. Ja. En dat kun je hier wel echt mee voorkomen. Dan kan misschien een overheidsorganisatie op sommige momenten ook wel wat gestroomlijder van lopen. Ja, klopt. Dat is een van de dingen die je in die gesprekken kunt aanvoeren. Van, misschien kost het nu wat meer energie. Hè, om die privacy risico's te beperken. Maar later in het traject ga je daar voordelen van krijgen. Want op het moment dat het traject al bijna klaar is en je moet dan nog eens een keer gaan ingrijpen. Hè, en dan heb ik het niet alleen over beslissingen, maar ook bijvoorbeeld over dus ICT projecten en ICT-systemen die je dan misschien nog moet gaan zitten aanpassen. Ja. He, dan kun je beter zeggen dat van, kost een bak geld ook. Precies, precies. Dat is ook niet geheel onbelangrijk, denk ik. Zeker voor organisaties niet. Nee, dat je er uiteindelijk misschien zelfs geld mee kan besparen. Ja. Dus dat is ook een belangrijk punt wat wij wel zien. Ja. Het inregen van hard en soft controls. Ik denk dat hard controls best wel logisch zijn. Hè? Ja, dus monitoren op DPA's, verwerkingregisters. Nou, noem het maar op. Ja. Ik denk dat soft controls misschien wat minder bekend zijn binnen de Rijksoverheid voornamelijk. Ik ken het wel uit het bedrijfsleven echt. Mm-hmm. En je hebt gewoon, je kan op het gebied van preventie, kun je wat doen. Je kan zorgen dat er helderheid is over wat er moet worden nageleefd. Een stukje bewustwording, voorbeeldgedrag, nog een hele belangrijke. Ja. Waarom het ook zo belangrijk is om het management te betrekken. Zij moeten laten zien van wij vinden dit belangrijk, anders gaan medewerkers het nooit belangrijk vinden. Precies. Zo werkt het nou eenmaal. Ja, en een bepaalde betrokkenheid bij de organisatie. Dus je kan ervoor zorgen dat als de organisatie wat meer betrokken is bij
alle privacy risico's die er zijn. Of, hè, en op ieder niveau privacy risico's worden vastgesteld. Dat ook medewerkers zien van, oh hé, dit gebeurt er in mijn werk. Want het is heel vaak zo dat organisaties zeggen van, ja, we moeten zorgvuldiger omgaan met gegevens. En dan denken mensen die op de administratie werken, ja, wat betekent dat nou eigenlijk voor mijn werk? Dat zijn wel hele belangrijke dingen. Je hebt ook bespreekbaarheid van punten. Wat kan je nog meer zeggen? Soft controls, gedrag in ieder geval is een groot onderdeel ervan. Dus je moet elkaar ook kunnen aanspreken van, hey, ik zie dat jij hier een blaadje met gegevens van iemand hebt. Of ik zie dat jij wegloopt naar de wc, dan zou je niet je scherm eens lokken. Dat zijn ook hele praktische dingen. En als je dat gewoon bespreekbaar maakt, open en normale gang van zaken. Ja, het is vaak wel een drempel voor mensen om een collega erop aan te spreken. Zeker. Wat ik bij een organisatie heb gezien, is dat er af en toe mensen rond gingen lopen met rode en groene kaartjes. Ja, rode kaart, ja. Op het moment dat je niet goed afgelogd was en je had je werkplek verlaten, dan kreeg je dan gewoon je kaart. En op het moment dat je het wel goed had gedaan, kreeg je een groene kaart. En dan kreeg je ook wat lekkers bijvoorbeeld. Ja, bij. Precies. Ja. Het klinkt heel kinderachtig, maar op die manier komt de boodschap wel over. Wij hebben ook wel eens een leuke bewustwordingsactie gehad met de mensen. Dan liep je gewoon rond en dan zeg je, oh, als ik even in jouw telefoon mag kijken, dan krijg je een gevulde koek. Ja. En je wil niet weten hoeveel mensen dat dan doen. En daarna even een gesprekje natuurlijk, was best leuk. En mensen vonden het ook heel grappig, want je ziet hoeveel mensen dat dan niet deden. Ja, doe hem even openmaken, kijk even in jouw mailbox op je telefoon. Ja. Dan kun je zeggen, dat is niet zo belangrijk, maar je telefoon is iets. Daar zit het hele leven van mensen in tegenwoordig. Hun hele sociale leven en de bankgegevens en alles zit daarin. Dus dat zijn toch wel risico's op het moment dat daar andere mensen in kunnen. Maar hier hebben we het wel eventjes over gehad. Ja, stroomlijnen van processen hebben we het over gehad. Ja. Heel belangrijk. Ja, goed om dat goed in kaart te brengen, denk ik. Ja, en om daar ook weer één keer de zoveel tijd nog eens weer naar te kijken. En die processen te herijken van voldoen ze nog. Wat wij zien, wat wij heel veel doen ook, is natuurlijk uitvoerende werkzaamheden. Ja. Behandelen van datalekken kan ook. Ja. Maar ook, noem het zo gek op. Ja, als je nou op de knop drukt, dan krijgen we er een paar opstellen, reviewen van procesdocumenten bijvoorbeeld. Hè. Ja, dat zei je. Heel belangrijk. Ja, nou, het uitvoeren van quickscans en DIA's. Nou, quickscan is ook een heel mooi gremium eigenlijk om eventjes quickscan. Om even inzicht te krijgen in hoe sta je er nou voor op een bepaald gebied. Precies. En zo'n DPIA vind ik altijd wel prettig. Want op het moment dat je daarmee klaar bent, dan heb je toch ook een overzicht van hoe het proces werkt. Dus het geeft je ook inzicht in hoe feitelijke processen werken in een organisatie. Dus, wat je ook wel ziet, dat er dan soms efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden. Hè? Dat zie je soms ook gebeuren, omdat je dan ineens met elkaar om tafel zit, iedereen die betrokken is bij het proces. En dan zie je dus dat mensen soms zeggen van, hé, maar kan ik niet beter gewoon gelijk naar jou doorsturen, want die tussenstap is niet nodig. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk natuurlijk een hele mooie win-win. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, een belangrijke is natuurlijk de verwerkersovereenkomst. Wat is een verwerker? Er bestaan nogal wat grijze gebieden en zo. Maar grosso modo is het vaak wel duidelijk of er een verwerker is of niet. Zorg gewoon dat je dat op orde hebt. En niet alleen de verwerkersovereenkomsten, maar ook de overeenkomsten die daarboven liggen. Ja. Zodat niet de eerste organisatie zijn die dat niet op orde heeft. Vaak zie je dat. Dat het contractbeheer niet goed is belegd en dat de overeenkomsten overal rondslingeren als ze al aanwezig zijn. Ja, uiteraard gaat er ook een hele hoop goed, maar wij focussen nu een beetje op wat er vaak misgaat. Ja. Dan is toch zo'n overeenkomst vaak moeilijk terug te vinden. Zeker als er enige tijd overheen is gegaan. Lang geleden gesloten. Ja. Nou ja, ik heb het gezien. Non-digitale tijdperk. Precies, mensen die daar verantwoordelijk voor waren, die dat in hun ordentje hadden. En die mensen die zijn dan met pensioen of die hebben een andere baan gekregen. En vervolgens zijn er stukken zoek. Dus dan mag je weer in allerlei mappen gaan spitten. Precies, heel herkenbaar, maar... Ja. Wat wij altijd adviseren is van let daar goed op. En wij kunnen daar ook in de uitvoerende werkzaamheden bij behulpzaam zijn. Zeker. Ook bij het opstellen van die verwerkersovereenkomsten. Ja, ook omdat er heel vaak binnen de organisatie geen ruimte voor het opstellen van die overeenkomsten.
Ja, en dergelijke. En ook, nou, we hebben het register, dat is de volgende. Ja. Om dat op te stellen is vaak geen ruimte, hè, om in de organisatie om dat echt op te stellen. Bij te houden misschien wel, omdat het dan, hè, is net even wat mindere tijdinvestering. Maar ja, dan kun je wel, zou Eiffel heel goed kunnen helpen, denk ik in ieder geval. Want wij zijn ook die mensen natuurlijk. Wij kunnen heel goed helpen bij het opstellen van zo'n register. En ja. het zorgen voor die overeenkomsten. En dan is het alleen een kwestie van bijhouden. Dus dan is het niet meer zo'n hele grote tijdsinvestering, denk ik ook. Precies. Nou ja, één ding wat ik tegenkwam is dat een organisatie had keurig de verwerking op orde. Alleen op de vraag van mijn kant van waar is het register van verwerkingen die jij als verwerker uitvoert voor een verwerkingsverantwoordelijke. En daar moesten ze het antwoord op schuldig blijven. Dan denk ik, oké, dat is toch weer iets. Een stapje verder. Ja. Ja. Onbewust, onbekwaam, bewust, onbekwaam. Ik weet het niet, maar dat zijn toch wel zaken die je gewoon op orde moet hebben. En dat kan op een hele simpele manier. Dat kan met een Excel-document, kun je dat al. Ja, je al kan het. Ja, dat hoeft inrichten. Helemaal geen programma's voor worden aangekocht. Ja. Dat is vrij simpel in beheer ook. Ja. Dus dat kan in principe iedereen doen, zou ik zeggen. Ja, procedure data lekker. Ja. God, daar heb ik wel wat aan gesleuteld bij organisaties. Er wordt heel vaak, in ieder geval in het begin is mijn ervaring dat hele formulier van de AP gewoon ingevuld moest worden door iemand die een data wilde. Het is vrij complex formulier. Wij weten dat in ieder geval. Het is vrij complex, wordt veel gevraagd van mensen op dat moment. Waardoor de drempel denk ik ook om een datalek te melden weer heel hoog wordt. Dus dat is iets wat ik in ieder geval tot nu toe heel veel heb gedaan. Is zorgen dat de drempel laag is. Mm-hmm. Dat er makkelijk contact te maken is met mensen om te overleggen. En ook om het weer op te lossen voornamelijk. Ja. Want dat is denk ik een van de belangrijkste stappen die je moet nemen bij een datalek. Dat er korte lijntjes zijn. Ja. Dat is het belangrijkste. Eén dingetje wil ik daar ook nog aan toevoegen. Want ik heb gemerkt dat mensen heel belangrijk vinden. Is als zo'n datalek, als die hele procedure doorgelopen is. En het is allemaal opgelost. Koppel het terug naar degene die het heeft gemeld. Ja. Want dat wordt vaak vergeten. Ja. En mensen zijn wel benieuwd. Op het moment dat zij zien dat er daadwerkelijk iets met hun melding wordt gedaan. En dat zij daar ook een terugkoppeling van krijgen. Dat kan ook weer een zetje zijn in de goede richting voor die mensen. Om die data lekker daadwerkelijk te gaan melden. Ja. Dat is die transparantie binnen een organisatie. Dus ja. Het zijn kleine dingen, maar je kunt daar vaak heel veel mee bereiken. Ja, en ik denk voor management weer een voorbeeldfunctie. Hè? Een datalek is niet iets om te bestraffen. Dat gebeurt overal. Het is alleen maar, vind ik in ieder geval, chapeau als je het meldt. Ja. Dat hele melden is eigenlijk een goed iets. Want ik denk dat iedereen in zijn leven misschien wel zijn datalek heeft veroorzaakt. Absoluut. Ben ik het dan, dus dat... zeker gewoon het meest belangrijke, dat die drempel om te melden zo laag mogelijk is. En dat er dus ook geen consequenties zijn voor de melder of voor oorzaker. Ja. Ja, dat is wat we in het begin zeiden. Je doet het samen als organisatie. Hè? Zeker. Je hebt het management, je hebt de uitvoerende mensen, je hebt de externe mensen van Eiffel die daarbij kunnen helpen. Je doet het samen binnen een organisatie, werk je aan die compliance en zorg je dat de zaken goed geregeld zijn. Ik denk snel doorheen, want ik zie dat nog 5 minuten. We hebben nog 5 minuten, ja. Nou, rechten van betrokkenen kunnen ook bij helpen. Ja, ook daar ontbreekt nog wel eens een uniforme procedure. Hè, van hoe handel je die rechten af, hoe registreer je dat. Per afdeling soms afgehandeld. Ja, diffuus wordt dat soms gedaan. Dan is er één iemand op een afdeling die daar dan iets van weet. Zeg maar, dat soort dingen zie je vaak. En het is veel handiger om dat centraler aan te pakken. Omdat anders mocht het bij een bepaalde afdeling, directie binnenkomen, kan je nog wel eens hebben dat er ook gegevens zijn bij andere onderdelen. En die worden dan niet meegenomen. Dus dan is het eigenlijk onzorgvuldig. Ja, deze hebben we ook al heel erg uitvoerig volgens mij. Hebben we net besproken, ja. Een van de belangrijkste dingen, denk ik, om voor iedere organisatie om één keer in de zoveel tijd te doen. En dat het kan door het zelf te doen. Maar zeker ook door externe met een frisse blik te laten kijken. Absoluut. Dat het misschien iets meer naar boven haalt. Dan...
Ja, we leggen daar de nadruk op. En wat je zegt, in veel gevallen kun je gewoon aansluiten bij een jaarlijkse, dan wel tweejaarlijkse cyclus van audits die worden uitgevoerd. Zeker. Dus Ja, dat is echt het is een heel mooi gremium om echt in control te komen. Precies, denk ik. Ja. Om echt privacy compliant te worden. Ja, dan hebben we nog tot slot vragen. Ja, dus dan zijn we wel benieuwd of er nog vragen zijn van mensen. Oh, kijk, komt het binnen. Helpen de boetes om meer druk op te leggen bij organisaties om privacy compliant te worden? Dat is een goede. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk het wel. We kunnen natuurlijk niet in alle organisaties in de keuken kijken, maar kijk, als je een flinke boete opgelegd krijgt, dat haakt er wel in. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat men meer gaat ondernemen om privacy compliant te zijn. Dus Ja, kijk, er is al nog een vraag, zie. Bestuursorganen en bedrijven zijn terughoudend met het openbaar maken van een register van verwerkingen. Ja, dat klopt. De autoriteit persoonsgegevens geeft wel het goede voorbeeld. Ja, dat klopt ook. Wat vinden wij hiervan? Ja, ik vind dat in ieder geval van de autoriteit persoonsgegevens erg goed. Dat is eigenlijk waar wij de voorbeeldfunctie waar wij het over hebben gehad. Het zou beter zijn. Ik denk als je als organisatie echt kan zeggen, ik ben volledig op privacy in control, zou het geen bezwaar moeten zijn om dat naar buiten kenbaar te maken. Nee, binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Ja, hè, want je uiteraard. Wilt niet dat je hele bedrijfsvoering op straat komt. Die verplichting bestaat ook niet om dat openbaar te maken. Klopt. Het is wel zo dat de laatste jaren steeds meer naar de overheid, hè, waar we het eigenlijk ook een beetje op inzoomen, naar de overheid wordt gekeken van beste overheid, geef meer transparantie in wat je doet. En dit is een mooie om in dat kader te hand te nemen, te zeggen van oké, datgene wat je zonder problemen openbaar kunt maken, maak dat ook openbaar, hè, want dat zal alleen maar goodwill creëren. Ja, geeft gewoon een inzicht en inderdaad, het geeft ook een bepaald vertrouwen dat de overheid zorgvuldig omgaat met gegevens. Ja, en nou ja, de AVG, een van de uitgangspunten van de AVG is transparantie. Ja. Hè? Er wordt een beroep gedaan op organisaties om transparant te zijn in wat je verzamelt aan persoonsgegevens en hoe je daarmee omgaat. Zeker, ja, nee, het is, wat dat betreft kan het alleen maar goed doen, denk ik. Absoluut. Als er meer organisaties dat zouden doen. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn. We moeten wel zo naar een afronding, denk ik. Ik zie nog niks binnenkomen. Een laatste mogelijkheid om nog een vraag te typen. Overigens, wat we aan het begin zeiden, vragen kunnen ook namelijk getekend worden gestuurd. Het e-mailadres stond op een van de eerste sheets. Dus je kunt altijd vragen sturen. Ja. En we zullen daar zo spoedig mogelijk op reageren. Ja, en jullie krijgen dus de sheets ook toegestuurd van ons. Dus dat komt. Dus dan hebben jullie het e-mailadres, de contactgegevens ook. Hoe zit dat eigenlijk met onze namen die dan opstaan? Nou, mag dat eigenlijk wel? Dat geen toestemming gewoon. Nou, bij deze geef ik toestemming. Uitdrukkelijk. Ik haal hem even weg. Nee. Ik denk dat we dan afronden. Dus dan wil ik iedereen. Bedanken voor het kijken. Heel erg. Wellicht tot de volgende keer. Ja, we hopen dat jullie dit leuk vonden. En wellicht in de toekomst nog een keer. Zeker. Dankjewel. Dank je.